Meer en meer grote bedrijven, IKEA bijvoorbeeld of Colruyt, poetsen met bacteriën. De poetsploeg spuit bacteriën in het rond en die eten het stof op. Een Vlaams bedrijf heeft die techniek ontdekt. Met succes, ook in het buitenland. Een deel van de metro van Parijs wordt zelfs al met bacteriën gepoetst. Het is wellicht een kwestie van tijd voor we het thuis gebruiken. Ik ga met dit product maandelijks vernevelen op de buizen en op de moeilijk bereikbare plaatsen. En die legt een film op de buizen, waardoor de bacteriën het vuil gaan opeten. Het lijkt te mooi om waar te zijn. Bacteriën die in jouw plaats het werk doen. Je spuit het product op de grond en moet er enkel nog even overgaan. Geen gesleur meer met emmers en dweil dus. Het systeem werkt zoals in een bos. Hè. Dus we gebruiken de organismen die ook in het bos buiten de schoonmaak doen op een totaal natuurlijke manier. En die brengen we dan naar binnen. En die organismen gaan dan hier de vervuiling wegnemen door ze gewoon op te eten. Het is een Vlaams bedrijf dat een nieuwe techniek ontdekte. Ze maakten een mix van 9 micro-organismen uit Europese bossen. Bij Colruyt testen het systeem sinds januari in de refter, bureaus en toiletten voor het personeel. Isabel had in het begin haar twijfels over het product, maar dat is veranderd. Vooral op de computers en op bedrading merkte opmerkelijk na een paar maanden dat er veel minder stof ligt. Dat je dus veel minder moet kuisen. Is het duurder? Het product op zich is duurder, ja. Maar doordat wij efficiënter kunnen werken, wat inhoudt dat onze mensen dus meer kunnen doen op minder tijd, dat maakt dat we dat daar terug gaan uithalen. Bacteriën zijn niet slecht voor de gezondheid, maar in de winkels gaan ze de spray toch niet gebruiken. Is het niet gevaarlijk als het op eten terechtkomt? Wel, het is niet gevaarlijk natuurlijk, maar het kan bijvoorbeeld de natuur van kaas veranderen, want die bacteriën lusten ook kaas. En dan zou Hollandse kaas ineens kaas met gaten worden natuurlijk. Dus dat moeten we natuurlijk helemaal vermijden. Meer en meer grote bedrijven gebruiken het systeem. Tegen begin volgend jaar komt er ook een versie om thuis mee te poetsen.